De landelijke verkiezingen zijn voorbij. Ons kabinet zit eindelijk. Nu zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn 16 maart. Gaat u stemmen? Jazeker, ik ga stemmen. En heeft u zich daar al in verdiept? Weet u wat u gaat stemmen? ChristenUnie. Ja. De ChristenUnie heeft nu 1 zetel in Best. Denkt u dat zij meer zetels gaan halen dit jaar? Ik weet het niet. Best is wel gegroeid de laatste tijd. Dus ik weet niet welke stemmers er binnen de grenzen zijn gekomen. Dus, heeft u ook al gehoord dat Plein Best in samenwerking met Omroep Best alle partijen gaat interviewen? Daar kunt u misschien nog eens naar kijken. Ja, daar ga ik zeker naar kijken, want ik ga me zeker ook voorbereiden. Dus nu vooral landelijk, maar als de gemeenteraadsverkiezingen er aankomen, dan ga ik dat zeker ook plaatselijk doen. Denkt u dat de gemeenteraad veel voor Best kan gaan betekenen? Ja, absoluut. Want in welke zin? Nou, die gaan over heel veel lokale dingen die belangrijk voor ons zijn. En wat je maar noemt, de gemeenteraad gaat erover, kun je wel zeggen. Dus het is belangrijk dat daar invloed op wordt uitgeoefend door de bewoners van Best. Ja. Dus op naar 16 maart. Dank u wel.